In deze app voor sales training worden de mogelijkheden van de catalogus uitgelegd. En er wordt toegelicht hoe artikelen kunnen worden bekeken en worden toegevoegd aan de order. Druk in het hoofdmenu op de knop Catalogus. De catalogus met al uw gesynchroniseerde artikelen zal worden geladen. Navigeer gemakkelijk door de catalogus door naar links en rechts te swipen. De artikelen kunnen zijn voorzien van een voorraadindicator. De artikelen die op voorraad zijn, worden getoond met een groene indicator. Artikelen die niet op voorraad zijn, met een rode. Het is mogelijk om de catalogus op 3 verschillende manieren te weergeven. De catalogusweergave, de lijstweergave of de grote catalogusweergave. Met het klanteniconoon kunt u een klant selecteren waarvoor u producten wilt toevoegen aan de order. Indien er al een klant is geselecteerd, zal deze worden getoond. Het bookmark-icoon stelt u in staat een positie in de catalogus vast te zetten en op te slaan. Wanneer u door de catalogus heen bladert, kunt u met het bookmark-icoon met het pijltje snel terug naar de opgeslagen positie. Druk op het witte bookmark-icoon om de opgeslagen positie te verwijderen. Met de sorteerknop kunt u de catalogus sorteren op verschillende eigenschappen. Er kan worden gekozen voor oplopend of aflopend sorteren. Door bij het selecteren van een sorteerfilter te drukken op een pijl, kan er een minimumwaarde worden ingevuld. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan bij prijs door een minimumbedrag in te vullen, bij omschrijving een letter uit het alfabet op te geven, of door een datum in te voeren waarop artikelen zijn toegevoegd aan de catalogus. Indien u een klant heeft geselecteerd, is het met de top 100 knop mogelijk de 100 meest bestelde artikelen te bekijken. De filterknop stelt u in staat snel en gemakkelijk artikelen te filteren en te vinden. Het is mogelijk meerdere filters tegelijkertijd toe te passen om uw selectie te specificeren. Alle filters worden gesynchroniseerd vanuit uw ERP-systeem. Verwijder het filter door op lege te drukken. Ook kunt u zoeken naar een specifiek artikel met de zoekknop. U kunt zoeken op artikelcode of op artikelbeschrijving. Door op een artikel te drukken in de catalogus verschijnt de artikelkaart. U kunt gemakkelijk naar het volgende artikel navigeren door de artikelkaart weg te swipen. De artikelkaart bevat een gedetailleerde productfoto en artikelinformatie over bijvoorbeeld de aankoopgrootte of artikelvoorraad. Wanneer u documenten heeft gekoppeld aan een artikel in uw ERP, zullen deze worden getoond. Alle informatie wordt gesynchroniseerd vanuit uw ERP-systeem. De omschrijving van het artikel kan veranderen naar de taal van de geselecteerde klant. Wanneer u bijvoorbeeld een Engelse klant selecteert, zal de omschrijving in het Engels worden getoond. Deze vertalingen worden overgenomen vanuit uw ERP wanneer deze dat ondersteunt. U kunt een artikel toevoegen aan een order door te drukken op de Voeg toe aan order knop. Er zal een pop-up scherm verschijnen. In dit pop-up scherm kunt u de bestelhoeveelheid aanpassen door op de plus en min knop te drukken. Of door eenvoudig de exacte hoeveelheid in te voeren met het toetsenbord. Het is mogelijk om een kortingspercentage in te vullen voor het artikel. Deze korting geldt op de gehele bestelhoeveelheid die wordt toegevoegd aan de order. U kunt een aangepaste prijs invoeren voor het artikel. Let op, indien er nog een korting is ingesteld, zal deze gelden voor de aangepaste prijs. Bij de instructieregel kan er een beschrijving worden toegevoegd. Deze kan worden getoond op de order en op de factuur. Druk op klaar om het artikel toe te voegen of annuleren om de wijzigingen ongedaan te maken. Het is niet mogelijk om een artikel toe te voegen in App for Sales. Dit moet worden gedaan via uw ERP-systeem. Wanneer u artikelen heeft in verschillende soorten, modellen of stijlen, kunt u ervoor kiezen om een artikelmatrix te gebruiken. In de artikelmatrix worden alle opties voor het artikel in één scherm getoond samen met de bijbehorende prijs.
Onder de prijs wordt de voorraad getoond. Met de verversknop zorgt u ervoor dat onder alle artikelen de laatst bekende voorraad wordt getoond. Deze informatie wordt real-time opgehaald vanuit uw ERP-systeem. Artikelen kunnen worden toegevoegd door te drukken op de gewenste selectie. Door vaker te drukken worden er meer artikelen toegevoegd aan de order. Onderaan de matrix is het mogelijk handmatig een aantal in te voeren of te wijzigen. Door aan de bovenkant of links van de matrix te drukken, selecteert u de volledige rij. Onderaan de pagina kunt u de gewenste aantallen invoeren. De artikelen worden dan toegevoegd aan de order. Ook binnen de matrix kunt u de artikelprijs wijzigen. Dit kunt u doen door te drukken op de valutaknop. Er verschijnt een pop-up venster waarin de gewenste prijs kan worden ingevoerd. Druk op OK om de ingevoerde prijs toe te passen. Bij het geselecteerde artikel zal de gewijzigde prijs worden getoond. Ook hier geldt dat deze prijs enkel geldt voor de huidige order.